Hey, ik ben die gozer met die bed. Vandaag ga ik een schilderijtje maken. Ik ga een beetje een stadzicht ga ik maken. Maar ik begin met acryl. En kijk. Dan heb ik deze blauwe heb ik van Amsterdam gebruikt. Het is een beetje een blauw paarsig is het. Kobaltblauw. En deze. Die heb ik gewoon bij de Action toen gehaald. Zwart. Wit. En blauw. Je kan natuurlijk zelf je kleuren bepalen. Kijk, ik ga nu pas kijken. Het is betaalblauw. En het is gewoon zwartje. Zwart, wit, blauw. En dan die kobaltblauw. Dat neigt een beetje naar de paarsachtig. Zie je dat? Als je dat vergelijkt met deze. Oké. Heb ik een kommetje water. En ik heb verschillende kwasten. Ik heb toen een setje gehaald met die oranje haren. Een setje van 5 of zo. Maar het maakt niet uit als je maar kwasten hebt. Nou, ik heb mijn kwast een klein beetje in het water gedoopt. Een klein beetje maar. Ik ga zelfs in het zwart. Zo. Je moet het wel zien natuurlijk. Een klein beetje water erbij. Je moet echt, ik heb het achter het puntje heb ik alleen maar in het water gedaan. En dan ga ik dit. Als je te veel water gebruikt, even kijken of ik het kan laten zien. Dan krijg je dit een beetje. En dat moet je niet willen. Beetje donker. Lekker op je gemakje. Een beetje water. Laat de onderkant ook een beetje. Normale blauw, die Petalo blauw. Boven ook. Ik kan ook gewoon kruisjes maken en dadelijk gewoon zo weer overleden. Dat maakt niet zoveel uit. En dan ga ik een beetje in de wit en in de blauw. Omdat het nog nat is, kan je het redelijk goed in elkaar zeg maar, laten lopen. Kijk, dit. Zie je dat? Dan zie je niet echt zo goed waar je ligt.
lichtblauw eindigt en donkerblauw begint. En dit kan zolang het verf nog nat is. Ik wil dit iets meer naar beneden. Zo, dit wil ik ook meer naar boven. Dat blauwe, maar dat is naar smaak, hè. Maar dan zie je dat, zeg maar, zolang de verf nog vochtig is, dan kan je ermee spelen. Zo, en dan laten we het zo meteen eventjes drogen. Ik schilder normaal gesproken met olieverf. Maar omdat ik ook lantaarnpalen, zeg maar van die brandende lantaarnpalen wil hebben, doe ik dit. En die flatgebouwen, die doe ik alvast met acryl, want dat droogt sneller. En als ik die flatgebouwen heb gedaan, kan ik daarna olie over dat gedroogde acryl heen doen. En dan kan ik met olieverf verder gaan. Dus dit is met acryl gedaan. En nu wacht ik tot het droog is en dan ga ik verder. Je kan met een föhn erop. Maar zie je dat je met water en acrylverf ook een beetje zo kan spelen? Van licht naar donker zonder dat je hier een harde lijn ziet. Ik laat hem even drogen. Zo, hij is nu een klein beetje droog. En ik ga nu die flats maken, maar je kan natuurlijk wel met plakband of met schilderstape. Dan krijg je een beetje een rechte flatgebouw. Want dat is uit de losse hand, uit de losse pols toe. Maar ja, het is een schilderij, weet je wel, waar hebben we het over? Nou, ik ga proberen, even kijken. Ongeveer. Dit is nog steeds acrylverf. Ik hoop dat ik een beetje recht zit in. Met een tape had wel klaar geweest. Maar ik probeer alvast de vorm van de ramen een beetje erin te krijgen. Een beetje, ja. Zeg maar zo, weet je wel. Thank you.
Ik ga hem nu, laat ik hem drogen. Want anders blijf ik aan de gang. Ik ga hem laten drogen en dan ga ik een andere keer verder. En dan, als hij helemaal droog is, doe ik er olie op en dan ga ik met olieverf ga ik verder. Want als ik met acrylverf de raampjes doe, al gebruik ik Amsterdamverf. Soms moet je het echt twee keer doen. Want het water wordt op een gegeven moment eruit gezogen en dan hou je alleen het pigment over. En olieverf heeft veel meer pigment. Ik vind dat veel sterker, zeg maar. Het komt gelijk bang naar voren. En je hoeft het maar één keer te gebruiken. Kijk, dan zie ik wel wat. Daarvoor zeg ik, je kan beter plakband gebruiken. Of plakband, schildersteep. Die strepen doe ik gewoon een beetje, zodat ik weet hoe die ramen dadelijk een klein beetje lopen. Kijk, en waarschijnlijk zie je dit allemaal toch niet meer, want ik wil allemaal verlichting kiezen en zo erop doen. We laten hem voor nu drogen. Zo, nou is die droog. Ik heb heel dunnetjes. Dan heb ik lijnolie. En dan ga ik heel voorzichtig ga ik dat verspreiden. En ik druk nauwelijks. De acryl is al droog. Ik kijk welke sporen die eraf laat. En wordt de olie minder op mijn kwast, druk ik iets harder. En dan zo. Eigenlijk dat kleine beetje olie wat ik op die kwast heb gedaan en wat ik nu heb uitgewreven is eigenlijk al genoeg, want nu ga ik het uitwrijven. Kruisjes. En dan ga ik hem gewoon af, helemaal van boven naar beneden. Dit is echt minimaal wat erop zit. Want duurt er te veel op en er komt ook nog eens olie verder, dan wordt het echt een modderzootje. Je kan zelfs zo erin wrijven. Het is een super dun laagje wat erop komt. En op die manier heb je minder verf nodig, want de verf glijdt makkelijk over die olie heen. En ik kan kleuren mooi in elkaar overlappen. Nou, dat is alles. Nou, dan ga ik. Ik heb hier olieverf. Dus ja, olieverf. Ik doe een beetje verschillende kleuren. Deze setje van, wat is het, 7 of 8 zaten in een pak voor een paar euro. Schoon nylon. Tot nu toe wat ik heb gedaan, dat kent iedereen. Dat heeft niks met schilderkunst te maken. Heen smoesjes. Ik probeer een rechte kant te laten maken, dat die recht is. Een beetje recht. Nou, zet ik die schilderspalet neer. Dan zeg ik, hier wil ik een raam. Hier ook. En soms is het mooier om gewoon wat dof. Weet je wel, hij hoeft niet helemaal. Weet je, wat minder.
Zie je, wat zachter, zeg maar. En als je bent uitgeschoten, je kan ook wachten tot die droog is, hoor. Zie je, kun je altijd nog corrigeren. Deze gewoon met simpel doen. Kleine kwast. Zoiets. Deze doe ik ook maar zo. Bezig zijn. Nou kom ik om wat grotere, ook nylon. Probeer ik die vorm er een beetje in te krijgen. Wel recht worden. Want soms zit er een S in, weet je wel, en dat krijg je daar ook. Dus je moet proberen echt een recht randje van te maken. Zo, als er genoeg verf op zit, dan lukt het wel. Nou, daar gaan we. Zo, heb ik die twee kleuren, bordeauxrood en rood, door elkaar heen gemengd. Zo. Nou, we gaan. Dan hebben we toch gewoon een soort zonnescherm. Kom ik ook weer met die kleur, een heel klein beetje wit.
kleur die ik gemengd heb en een beetje wit. Iets donker. En dan ga ik hier zo een beetje mist maken. Misschien daar toch niet meer op. Door die olie gaat het wat makkelijker. Hier heb ik ook een setje van gekocht voor 5 euro, elke 6 of zo. Maar als je een beetje goedkope kwasten wil hebben, moet je een beetje op Amazon kijken. En op eBay. AliExpress ook. Nou, ik ga wat proberen. Nou kom ik met oranje en rood en dan haal ik het overtollige, probeer ik een beetje eraf te halen en dan zeg ik, hier heb ik een rode vlek. Hier heb ik er eentje. Hier heb ik er een. En hier. Dan kom ik met geel in het midden. Geel en rood. Nu heb ik alleen maar geel. Ik wil op de een of andere manier wil ik hem in het midden gewoon wat lichter hebben. Ik kan hem gewoon afdrukken in het midden. Je kan ook wachten tot het droog is, dan pakt het beter. En als je net zo ongeduldig bent als mij, dan dep je hem gewoon zo. Zo. Nou. En zilkwast met dunner en zwart. Zo. Op je gemakje thuis, hè.
hier nog eentje. Kom ik met een zwarte kwast. Probeer zo recht mogelijk. Zo. Hier ook. Zo. Hier ook. Heel klein beetje verder zitten, hoor. Maar je kan gewoon wat harder drukken natuurlijk. Spelen gewoon met je gloed. Ik had beter even kunnen wachten met die bosjes. Maar dat geeft niet, joh.
sfeer erin. Ik had met die bosjes beter even kunnen wachten. Het is geen super ramp, maar ik had beter kunnen wachten. Zo, zachter maken. Je kan zelf met je vingers zo spelen. Of met het doekje erbij. Je kan het weghalen of zachter maken. Snel. Ja, je moet echt, ja, het is, weet je, ja, het is zo klaar, weet je wel, zo'n schilderij, maar je moet wel geduld hebben. Tenminste, zo klaar. Je bent er niet maanden mee bezig, weet je, met deze techniek. Als je dan maar eenmaal een schilderijtje af hebt, denken mensen echt dat je weken bezig bent geweest. Vooral met die landschappen, weet je, dit is dan zo'n zeezicht. Of een zeezicht, dat is een stadzicht. Zo. Maak het net even wat gezelliger zo, hè? Het is gewoon zwart. Ietsje verder. Zo.
Adem. Die kwast. Een paar van die takjes erin, blaadjes. En we hebben een boom. En dan hier. Een beetje rood op de kwast. En hebben we hier ook een boom. Hier een boom. Ik ga van heel zachtjes drukken en als ik bij de boomstam ben, druk ik wat harder. En andersom, precies hetzelfde. Kijk, druk ik hard en dan ga ik in het punt naar boven. Zwarte verf. Je hoeft niet zoveel. En er staat al een boom. Nou, dan ga ik hier. Dit is wel erg veel. Een beetje rood erbij. Rood. En als ik nou dep, zoiets. Nou, dan gaan we zo. Als je wacht tot hij droog is, dan kun je erop steunen. Het is net een mannetje met een kop. Zo, ongeveer. Beetje wit. Zo. Ik
zwart. Kijk, en als je deze zwart wil hebben, we trekken hem daar toch naar beneden, want dit is allemaal, dit is donker. Je kan wachten tot hij droog is, maar je kan ook zachtjes aaien eroverheen. Ze zeggen gewoon dat dit een bankje is, joh. Poten eronder. Zo, deze zie je niet. Ik heb gewacht tot het helemaal droog is, dat zou ik niet zeggen. En toen het helemaal droog was, kijk, hier heb ik een omtrek van een mannetje die daar loopt. Ik kan zelf niet tekenen, en als jij ook niet kan tekenen. Je zoekt gewoon een mannetje op internet. Ik heb gewoon gekeken, iemand met een hoodie op, met een sweater. Ik heb die laptop helemaal naar achter gekanteld. Een papiertje erop, ja, het is gek. En heb ik dat poppetje overgetrokken. Daarna heb ik hem uitgeknipt. Daarna op de canvas gedaan. En heb ik hem zo de omtrek heb ik gedaan. En dan krijg je dit. Ik ken dit niet uit de hand. Ja. Nogmaals, ik kan niet tekenen. Dus ik moet het zo doen. Ik vind het jammer, want ik ben niet gemotiveerd om te tekenen. Weet je? Ik wil een toffe kano. Of gewoon een mannetje. Of een hert ergens in de natuur. Man, ik moet hem 100 keer doen. En dan lukt die 1 of 2 keer of zo. En dan moet ik hem weer 80 keer doen. Niet te doen. En ik heb helemaal geen... Ja. Die mensen die kunnen tekenen hebben echt kilometers gemaakt. Met een pen of potlood. Maar
Maar goed, ik vind het wel leuk dat ik een beetje die stad zicht en de lala. Weet je, als je ook niet kent tekenen, is het leuk om te doen. Dus toen dit een beetje droog was, heb ik dat, hè, dat plakken. Ik ga het laten zien. Kijk. Die heb ik uitgeknipt. Heb ik hier eromheen gedaan. En even kijken of het lukt, joh. Nou, als dit nog misgaat. Nou. Ik pak gewoon zwart. Een kattentong. Zo. Beetje zwart. Nou, dan ga ik hem proberen in te kleuren. Als je niet kunt tekenen, en op zo'n manier lukt het ook, dan is het toch goed. Heb zijn handen in zijn zakken. Alleen deze nog even wat mooier rond. Pak weer even naar wat andere kwast. Als die mislukt, pak je dinner en dan haal je hem eraf en dan doe je hem opnieuw. Steeds een kwast waarvan jij denkt, deze is goed. Zo. Dit is zo. Je kan altijd een beetje corrigeren.
zwart. Een beetje, ik heb een beetje zo. Ik kan zelfs met een doekie. Zachter maken. Zo. Ik denk dat die klaar is. Wat kom jij nou in deze kamer doen, Bolle? Hij groeit snel hoor, hé. Hé, je groeit wel snel hoor, Tjabbers. Ja, je groeit snel. Hij miauwt soms zonder geluid, hoor je dat? Of zag je dat? Zeg even gedag. Ik ga er voor nu ga ik ermee stoppen. Ik vind het goed zo. Jij kan gewoon rustig je tijd nemen, hè. Je ziet het, ik heb het heel snel gedaan en zo. Maar elke keer als je een stukje hebt gedaan, kan je hem gewoon laten drogen. En dan doe je lijnolie in jouw verf en dan ga je gewoon verder. Nou, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik hoop dat je het hebt gezien. En als je vragen hebt, zet het in de comments. Ik antwoord altijd. Tot de volgende keer. Hoi. Dag.